En wie zit daar? Hi. Hoe heet je? Leontine. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 5 september en we leven om 13:42. En de reden dat ik zo laat ben, nou ja, laat is niet laat, voor mij niet. Maar ik heb gestreken, dus ja, dan moet je, ben je toch weer boven bezig, hè? Ja. En we gaan dan zometeen de dames weer uitlaten, maar het is prachtig mooi weer. Ik had vanochtend vroeg de zonnescherm al weer naar beneden, dus ja. Wat wil je nou nog meer dan mooi weer? Met mooi weer ben ik al tevreden. Ja. Dus dan ben ik al blij en gelukkig. Het zonnetje schijnt. En daar moeten we het van hebben. Ja. Dat geeft je energie. Ja, bij mij wel hoor. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is. Maar bij mij wel. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Met alles wat jullie gaan doen. En natuurlijk ook samen met ons, met Corinne en de beestenboel. Ik zou zeggen, geniet mee. Ik ben weer zo trots op een plant. Ja, echt wel. Hij is weer zo mooi. Mijn orchidee staat weer in bloei. Aan deze kant een bloem. Maar aan de andere kant ook een bloem. En aan deze kant twee knoppen. En aan die kant één knop die alweer bijna uit is. Dus ja, ik ben weer zo trots als een pauw. Ja, ja, echt wel. We zetten hem gewoon weer terug. Ja, ik ben er weer blij mee. Nou, ik ben met de meiden alweer uit geweest. Misschien dat ik straks nog met de meiden wegga of alleen, ik weet het nog niet. Want ja, het is weer na het lopen weer behoorlijk mis. Dan doet me alles weer zin naar het lopen. Dus ja, tot van de week maar even met oom en dokter een afspraakje maken. Ja. Yeah. Moeten jullie naar buiten? Oh, Dombolien. Zo dan. Zon stuift me naar binnen. Dan doe ik hem toch even beter en dicht. Ik hoef niet mijn meubels weer af te moeten stoffen. Ja, moest ik gisteren ook. Alles onder het zand. En ik sta er al alleen nog voor. Ik heb al, ja, hier alweer. Ik heb het gisteren gedaan, hè. Ja. Gisteren gedaan en ja. Het is Rebecca, mijn huishoudelijke zorg die ik gehad heb. Die lieve schat die zo ontzettend veel weet voor me. Die zei al, ja, je hebt een stoffig huis, maar daar kan jij niks aan doen. Nee, het huis is nou helemaal ook zo. Ja, en het is, maar dat gaat niet goed gemaakt. Ik zal weer op het kleine haakje zetten. Want daar had ik hem op. Dat haakje. En dus, Rijker ligt nou in de tuin. Nou, en ik ga een bak koffie maken. Ik weet niet wat we gaan doen. Nee, ik weet het echt niet. Nee. Maar ja, misschien dat ik ook nog thuis blijf en dat ik lekker ga renderen. Want ik, ik loop achter. Dus ja, het moet wel. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook te doen, ondanks dat ik ook pijn heb. Ja. Karin, de pijn is erger, hoor. Dat is zenuwpijn. Wat bij mij is, weet ik niet. Ook fissuren mijn spieren tijdens het blokje lopen. Nou, ik heb wel verder gelopen dan alleen nog om de gracht heen, weet je. Maar ik weet niet wat het is. Maar ja, daar komen we zelf wel hopelijk achter. Er liggen hier twee brokjes op de grond. Dat heb me dan
erin gedaan. En daar liggen de brokjes, dus die pakken we even op. 1 en 1 is 2. Smiegie. Je bent kleine smiegie. Maar oké, ik ga een pak koffie maken, lieve vrienden. En ik zou zeggen tot later. Lieve vrienden, we gaan toch even weg. Maar wel zonder de meisjes, want Karin die belde. Kom dan. Kom dan. Nee, zometeen dan. Karin en Roderick die belden en Karin, wow, een heleboel vlindertjes. Zo, 1, 2, 3, 4 zag ik er al. Maar in ieder geval, Karin en Roderick belden van, weet ik van waar vandaan, maar in ieder geval, hun Action, die hebben niet de gordijnen meer die zij hebben en die hebben ze pas gekocht daar. Maar nou komt ze tekort, dus nou moet er nog een aantal X erbij. Ja, dus dan moet ik hier ook even kijken. En dan hoop ik voor hun werkelijk dat ze er zijn. Ja, en anders hebben ze een probleem. Maar we gaan er op uit, hè? We gaan kijken. Ja. En we gaan gelijk na die tijd even om toer. Ja. Maar dan zonder die meiden, zoals ik al zei. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Met wat jullie doen, maar ook zeer zeker met wat ik doe. Hij zit echt vol. Ja, die zien we wel mooi, hè, die vlinders. Echt super. Dat vind ik dus wel mooi. Maar hommels en bijen, oh nee, laten die maar wegblijven. En die rupsen die had. Maar ja, we gaan er vandoor. Hoe mooi en rustig is het hier. Maar ook een aantal hondjes die het water ingaan. Dag eens. Ook heb ik het wel eens aan het filmen geweest aan de overkant. Daar onder die bomen vandaan, dat ik daar omhoog stond. Het is hier zo heerlijk. En dit is dan het Kwelderduin, gelegen bij de Schoterweg. Komen jullie in Den Helder? Ik zou er absoluut eens een keer heen gaan. Ja, echt waar. Het park is groter dan enkel dit stukje. Lieve vrienden, ik zit hier ergens voor de deur. Ja, op een straat, in een straat, waar ik zelf geboren ben. Ja, aan het spoor notabene. Daar achter die bomen heen, het spoor. Jullie zien denk ik die lijnen wel lopen, weet ik veel. Ik zie het zelf niet, want ik zie spiegelen. Ja. Maar, ik heb een liefstallige vriendin erbij. En die zit daar. Hi. Hoe heet je? Leontine. Hi. En het is gezellig. Zeker weten. Oh, en dat moeten we houden zo. Oh, echt wel? Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dat, het is gewoon geweldig en gezellig met z'n tweeën. Enkel, ik zit lekker op mijn booster, want daar heb ik een lendensteun in. En zij zit op een kruggie. En ze stond eerst. Maar ja, komt allemaal goed, lieve vrienden.
Het is een leuke vrouw, het is een schat. En ik mag haar graag. Ze komt gewoon bij een rijtje, ja. Dezelfde leeftijd, dus wat maakt het allemaal uit? Ja, dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook met een lach. Niet met een traan, want die laten we gewoon verder gaan. Lieve vrienden, we zijn weer thuis zoals jullie allicht kunnen zien aan de omgeving. Ik heb heerlijk genoten bij mijn nieuwe vriendin. Ja, het was gezellig, het was boeiend, het was leuk. Ja, verdrietig, alles. De revue voorbij, ja. Maar oké, ik ga nou een bak koffie maken. Daar ben ik wel weer aan toe. Daarna ga ik met de meisjes weer even lopen. En dan zullen we zien dat we wat te eten krijgen. Ook dat moet weer gebeuren. Ja, ik heb vier gordijnen weten te scoren voor Karin en Roderick. En ik moet het gewoon wel nog, daar praten we even niet over. Maar in ieder geval, maar het zijn wel mooi trouwens. Ja, zonwerend heet dat. Ja, dus ja, toppie. Helemaal geweldige keuze, Karin en Roderick. Ja, echt wel. Het staat ook overal bij, hè. Zwart staat overal bij. Ja, echt wel. Maar oké, lieve vrienden. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zien te krijgen vandaag. Vanavond. Ja. Dus hoe en wat, ik weet het allemaal even niet. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol hoe de moeten. En blijf lachen. Wat er ook gebeurt. Gewoon blijven doen. Ik zou zeggen, geniet ze. En voor later op de avond uiteraard welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En vergeet één ding niet. Morgen wel weer gezond uit je bed zien te komen.